Hallo, ik ben Ingeborg Kertes van het Media College Amsterdam. En mijn experiment ging voornamelijk over het maken van of het uitzoeken van editools en daar ook vervolgens video-instructies, video-tutorials voor maken voor collega's. En die collega's die kunnen mijn directe collega's zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook collega's uit het land zijn van andere opleidingen. En waarom ben ik dit nou gestart of wat is de aanleiding geweest? Omdat ik eigenlijk in mijn eigen praktijk tegen een aantal zaken aanliep. Zoals bijvoorbeeld toetsen geven of bepaalde lessen van goh, kan dit nou niet makkelijker? En vooral kan het ook niet leuker, vooral voor de studenten natuurlijk. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest van ik dacht van er moet zoveel meer zijn en daar wil ik graag eens induiken. En zo ben ik dus hierin verzeild geraakt. Ik heb met name vanuit mijn eigen vraag van, ben ik gaan zoeken naar editools waarvan ik dacht die zijn interessant voor mij. En daar heb ik een aantal van zitten uitspitten. Soms kwam ik er eentje tegen waarvan ik dacht van nou dat is echt helemaal niks. En soms kwam ik er een tegen waarvan ik dacht die is echt interessant. Om er eventjes eentje uit te lichten, bijvoorbeeld Socrative. Dat is een tool waar ik best heel veel tijd in gestopt heb het afgelopen jaar. En met name natuurlijk A, om uit te zoeken hoe zoiets werkt, maar ook meteen om dat uit te testen op mijn studenten. Dus ik ben daar gewoon mee aan de slag gegaan en ik heb mijn studenten eigenlijk ingezet om mij een beetje te helpen daarmee, hoe ik daarmee om moest gaan. En ze vinden het ook hartstikke leuk om dat uiteindelijk te doen. En in sommige gevallen was het ook wel heel erg grappig, omdat ik dan weer met een nieuwe tool aankwam. Dat ze dan bijvoorbeeld zeiden van, oh, is het weer een nieuwe? Nou, oké, ook goed, prima. Dus daar waren ze allemaal heel makkelijk in. En eigenlijk vinden ze dat eigenlijk ook heel normaal, dat ik met dat soort dingetjes aan de gang ga. En of het nou in het ene of het andere programma een digitaal toets is, dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Want als het maar werkt, hè, dat is nog belangrijk. En wat is dan meteen het punt? Ik ging pas echt denken aan het opnemen van een videotutorial voor mijn collega's. Nadat ik al deze dingetjes had uitgetest. Dus er zit echt best wel heel veel tijd en energie en research eigenlijk in. En experimenteren zit er natuurlijk in. Voordat ik dat goed op die tutorial kon zetten. En dat komt natuurlijk gewoon. Elke docent weet dat. Pas als je iets goed in de vingers hebt, dan kan je het pas goed uitleggen. Dus ja, dat is dus de reden waarom dat best wel veel tijd eigenlijk kost. En nou ja, waarom is dat handig eigenlijk? Voor mezelf vooral. Ik stop daar nu heel veel tijd in om bijvoorbeeld die toetsen erin te zetten. Maar ja, volgend jaar heb ik het makkelijk op het moment dat ik die toetsen weer wil gebruiken. Dan is het gewoon een kwestie van even weer opzoeken waar ik hem ook alweer laat staan. En dat is eigenlijk alles. Dan kan ik hem zo weer gaan gebruiken. Dus dat is super tijdwinst voor mij. Dus het uitzoeken kost extra tijd. Maar op het moment dat het eenmaal staat, dan ben je super blij. Want dan kan je zo weer mee aan de slag. Wat voor mij een extra toegevoegde waarde is, wat ik natuurlijk heel erg leuk vind om te doen. Ik ben docent, dus ik vind het natuurlijk super leuk om mijn kennis te delen. Niet alleen met mijn studenten, maar ook met collega's. En dus ik heb best wel heel veel tijd ingestopt om dat goed uit te zoeken. En dan is het extra leuk als ik zo'n editool een videotutorial ervan maak. Zodat ik dat kan delen met mijn collega's. Dus dat is eigenlijk een beetje, gaat twee kanten op. Dus en leuk voor mezelf omdat ik het goed in kan zetten. En leuk voor mijn studenten omdat die elke keer weer stiekem een beetje verrast worden met wat nieuws. En meteen dat ik die extra kennis kan delen met mijn collega's in mijn eigen team. Maar ook in de rest van Nederland en met het practoraat.